Yo mensen en welkom terug bij een gloednieuwe Cardfocus video. Vandaag leer ik jullie hoe je kaarten kan uitspreiden. Dit is een super makkelijke manier om je kaarten te laten zien aan de toeschouwers en om te vragen of ze een kaart willen selecteren uit die gespreide kaarten. Het is niet heel moeilijk te doen en je kan het doen met elk pak kaarten. Dus pak je kaarten erbij en dan ga ik het nu uitleggen. Voordat we beginnen, als je video's zoals kaarttrucs, munttrucs, goocheltrucs erg leuk vindt en je wil meer van dit soort dingen zien, dan kan je zeker abonneren op dit kanaal. We zijn een klein kanaal, dus elke abonnee telt. Dus als je zou abonneren, zou ik dat heel erg fijn vinden. In ieder geval, laten we nu echt gaan een uitleg. Voordat we beginnen met praten over hoe je kaarten kan spreiden, gaan we praten over het materiaal waarop je de kaart gaat spreiden. Ja, dat maakt uit. Namelijk tapijten, muismatten, goochelmatten natuurlijk. Maar ook zelfs je bed zijn allemaal materialen die je kan gebruiken om op te spreiden. Een harde ondergrond maakt het veel moeilijker. Dus begin met de kaarten houden in deze grip. Je wijsvinger een beetje aan één kant van het pakje. En de rest van het pakje grijp je gewoon vast met je andere vingers. Nu leg je het pakje neer op tafel en spreid je de kaarten gewoon. Het belangrijkste hierbij is dat je veel druk zet met je wijsvinger op de kaarten. Dan spreiden ze even. Als je dat niet doet, dan krijg je een beetje een slordige spreiding. Dus hier zie je het nog een keer. Je spreidt de kaarten in een snelle beweging, waarbij je hard drukt op de kaarten met je wijsvinger om de kaarten even te spreiden. Dus oefen dat een paar keer en dan kunnen we verder gaan naar het volgende gedeelte van hoe je kaarten kan spreiden. Dus nu ga ik jullie een paar coole trucjes leren die je kan doen met het spreiden. Het eerste wat ik jullie ga leren is dit, hoe je de kaarten kan omdraaien op die manier. Ik ga jullie ook deze manier leren en ik ga jullie ook leren hoe je verschillende vormen kan doen, bijvoorbeeld de curve. Dus om de kaarten cool om te draaien, pak je het begin van je spreiding vast met je middelvinger en duim. Nu trek je dat omhoog en leg je je vinger op deze rand. En nu kan je zo, door gewoon te glijden over het pak, eigenlijk alle kaarten heel erg mooi omdraaien. Dus oefen dit een paar keer en het is helemaal niet zo moeilijk. En uiteindelijk leer je het makkelijk. Je hoeft niet per se je vinger eroverheen te rollen. Je kan ook op deze manier doen. Dus door te drukken, snel de kaarten omdraaien. Dus spreid je kaarten uit, pak het begin, maar in plaats van eroverheen te rollen, druk je snel met je wijsvinger omlaag. Hoe langer de spreiding, hoe moeilijker dit is en hoe slomer deze golfeffect eigenlijk gaat. Dus dit ook een kwestie van oefenen en dan lukt het je na een tijdje vast wel. Nu ga ik je leren hoe je de spreiding makkelijk kan oppakken. Dus je spreidt de kaarten en het punt waar je bent begonnen, dat pak je op. Je houdt met je hand het andere stuk tegen en nu schrijf je het allebei samen. Dus dat is een heel makkelijke manier om alles snel op te pakken. Dus pak het begin op, je houdt met de andere hand tegen en je schrijft het zo allebei samen. Nu kan je het ook nog doen op deze manier, dus door dat te combineren met die golf, dan valt het gelijk op je hand en dan kan je alles gelijk makkelijk samenschuiven. Dus zo en samenschuiven. Heel simpel en uiteindelijk is eigenlijk dit alles wat je moet weten om deze spreiding te kunnen. Dus ik hoop dat het je is gelukt. Dat was in ieder geval de video voor vandaag. Ik hoop dat je hem leuk vond en iets hebt geleerd. Vond je de video nou echt heel leuk, dan kan je zeker liken. En abonneer voor meer van dit soort content. Als je enige vragen hebt, kan je natuurlijk een comment achterlaten. En dan zie ik je weer in de volgende video. Bye!